Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vindt het niet ideaal dat de controle op winkelprijzen nu alleen vanuit Paramaribo gebeurt. Het ministerie wil toe naar een situatie waarbij dit ook vanuit de andere districten zelf kan worden gecoördineerd. Een ideale situatie, zegt zij, is dat er in elk district een dependance van de Economische Controledienst komt. Tot nu toe werd voornamelijk de controle vanuit Paramaribo gedaan. En dat is niet efficiënt. Het kost de staat miljoenen SRD. Die miljoenen kunnen we toch anders inzetten om liever een ondernemer te stimuleren om beter te produceren. Dus gaan we efficiënter werken? Is het kostprijs verlagen? Is het efficiënter en effectiever? En kunnen we in feite de gemeenschap beter tegemoetkomen? Minister Saskia Walden. Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring, juicht het idee van de minister toe. Efficiënter vindt hij het als ook andere actoren worden betrokken bij de controle. Ik denk zelf dat niet alleen de Economische Controledienst dit moet doen, maar dat er verdeling van deze taak moet plaatsvinden onder dus de verschillende overheids actoren die er zijn, zoals de politie, de bestuursdienst en misschien ook de politiek, waarbij je dus de resortraadsleden, de DR-leden vraagt om ook een bijdrage te leveren op dit stuk. Albert Alijnen van de Consumentenkring. De klachten die de organisatie volgens hem krijgt vanuit de districten hebben niet alleen te maken met winkelprijzen, maar vooral met vervallen producten.